Waarom vindt Metallica Poperingen de max? Poperingen, een charmant stadje met 20.000 inwoners in het West-Vlaamse Heuveland. We kennen de hopteelt, de link met de Eerste Wereldoorlog en het is vooral ook de stad waar Metallica in 1984 de drie eerste Belgische concerten gaf. Op een eerste Belgische concert op 12 februari 1984 in Zaal Makenblijde in Poperingen waren geen 1000 mensen aanwezig, maar James Hetfield heeft er toch nog een paar goede, vage herinneringen aan. I remember doing a soundcheck, going with Cliff across the street and drinking some beers. I think it was in Belgium. Because we were drinking some pretty strong dark beers, and we have that in Belgium. Yes, and a certain smell of cigarette. Yes, that was there. De herinneringen van drummer Lars Ulrich blijven ook in die mistige sfeer hangen. I have a question about the first show in Belgium. That was in Poperingen. With Venom. Yeah, 25 yeah. years ago yeah. now today. 83, yeah. What are your memories from 84? 84, you're 84. Right. February 84. 84. Excuse me. What are your memories from that show? I remember there were a lot of people in Belgium drinking beer. Zelfs in het boek Justice for All, The Truth About Metallica, komt Poperingen even aan bod. De roadies hadden voor het allereerste Belgische concert bij wijze van mopje talkpoeder op de drum van Lars Ulrich gegooid. En de mannen werden tijdens het concert met fruit bekogeld. Toch werd vooral het tweede concert op zondag 10 juni op de Don Bosco Sportvelden in Poperingen legendarisch als het allereerste Europese openlucht- of festivalconcert. Metallica stond als derde laatste band geprogrammeerd en de mannen kunnen zich nog steeds herinneren wie er na hen speelde. We played there, we're Motorhead headlined. I'm thinking Twisted Sister. Dat klopt. Luc Waillaert weet als organisator van het Heavy Sound Festival ook welke rol dit Poperings optreden speelde in de carrière van de band. Die mannen waren toen nog maar 18 jaar en die waren gelanceerd, maar die keken op naar bands die na hen speelden. Bijvoorbeeld, ze speelden op de zesde plaats en ze speelden voor Twisted Sister en voor Motorhead, maar die keken geweldig op naar Lemmy en zijn band. He. Dus het was voor hen een eer om daar te mogen spelen. En trouwens hebben ze mij later ooit nog een keer bedankt, omdat ze daardoor ergens bij een grotere manager in de States geraakt zijn die hen groot zou maken. Metallica speelde een set van 5 uur tot 10 voor 6 en het was meteen ook een van hun allerlaatste festivalconcerten bij daglicht. In die tijd was een crew en een rider nog eerder beperkt. We zien hier bijvoorbeeld twee cases Carlsberg. Dat is om, waarschijnlijk omdat Lars Ulrich roots heeft in Denemarken hier. Ja. Ja. En dan mineraal water, orange juice, melk, sandwiches, 3 kilogram fruit. In die tijd betaalde je 650 Belgische frank voor een festivalticket, ongeveer 16 euro dus. Als organisator betaalde je toen ook wel een pak minder voor Metallica, ongeveer 296.793 frank. Dat is iets minder dan 7.500 euro. Voor Metallica was dat toen het bedrag dat ze vroegen, hadden ze meer gevraagd, ging het waarschijnlijk ook. Betaalde hem omdat we wisten dat dan een band was die marcheerde. Maar hoe komt het dan dat die eerste concerten specifiek in Poperingen plaatsvonden? Dat was zo omdat Poperingen, meer bepaald te maken blijde, in feite de stempel kreeg als betontempel van Vlaanderen. En dus het was evident voor België dat Poperingen de plaats was waar ze graag optraden en waar dat ze moesten optreden om later gelanceerd te kunnen worden. Meer nog, op een bepaalde manier liggen ook de roots van Graspop in Dessel, in de Kempen dus, ook in Poperingen. De man die bijvoorbeeld in Dessel organiseert, Bob Schumacher, die vroeg of hij bij mij mocht komen helpen. En die is gekomen en die logeerde bij mij. Ik woonde toen in Koekelaren en die logeerde daar een paar weken voor het festival. En die heeft alles zo meegemaakt, die beginperiode, die roots. Ik ben onlangs nog met hem gaan eten. En die zei, eigenlijk hebben jullie de basis gelegd voor heel dat gebeuren. Dat is ontstaan in Poperingen. Metallica kwam op 17 november 1984 terug naar de Makenblijde. Dankzij het Heavy Sound Festival was een Belgische fanbase gegroeid. Al was ook dit concert niet uitverkocht. Cliff Burton speelde toen nog op bas.
Minder dan 2 jaar later stierf hij bij een ongeval met de tourbus in het zuiden van Zweden. Dat is een van de vele redenen waarom de concerten in Poperingen iets legendarisch hebben. Whenever we went into Belgium, it was always really, really great and really strong. We felt the love, you know. En de rest is geschiedenis. Metallica groeide uit tot een wereldband. Ze speelden voor meer fans, op grotere festivals en in zalen waar wel douches waren. Dat staat meest wel in een contract toen ook al, dat er douches moesten aanwezig zijn. En ja, wij hadden dat niet, dat was dat niet. En daarom mogen we Poperingen als metalstad nooit vergeten. I remember the smell of beer. Yeah, that's in Poperingen.